vandaag weer een nieuwe video voor jullie en het is weer tijd voor een tag. Jullie hebben een tijdje geleden al de blush tag kunnen zien. Een tag die dus alleen maar gaat over blush. Een van mijn favoriete make-up producten. Als je hem nog niet gezien hebt, zal ik even een linkje in de beschrijving zetten. Zodat je die nog even kan gaan kijken. Maar vandaag ga ik een tag doen alleen over lipstick. De lipstick tag. Ik zag deze tag namelijk voorbij komen bij Sarah van Ultimate Fashion Lover. En ik vond het gewoon een hele leuke tag. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga die gewoon opnemen. Naast blush is lipstick ook wel een van mijn favoriete make-up producten. Dus laten we maar snel beginnen. De eerste vraag is, hoeveel lipsticks heb jij in je collectie? En ik heb het nageteld en het is nogal wat. Ik dacht dat mijn blush collectie al te erg was, maar lipsticks zijn er toch eigenlijk ook wel een aantal. Ik heb ze geteld en het waren er 72. Yup. En dan heb ik de vloeibare lipsticks nog niet eens geteld. Dus lipsticks die in lipgloss vorm zijn, zeg maar. Die heb ik ook eigenlijk nog wel een aantal, maar ik weet niet of ik die mee moest tellen, maar... Echte lipsticks heb ik er 72. En dan heb ik er eigenlijk laatst nog heel veel weggedaan. Dus het was eerst nog meer. Het is wel minder. Ja, zoals ik al zei, naast blush vind ik lipstick gewoon echt een heel leuk make-up product. En ik draag het dan ook wel regelmatig. Laat vooral ook even een reactie achter, net als met de blushes, hoeveel lipsticks jij in je collectie hebt. Daar ben ik natuurlijk erg benieuwd naar. De volgende vraag is, hoe berg jij jouw lipsticks op? En jullie hebben dit natuurlijk al in de make-up stash video van laatst kunnen zien. Maar mijn lipsticks berg ik in dit bakje op. Dit is gewoon zo'n plastic transparant bakje. En het is zo'n trappetje, dus het gaat van hoog naar laag, waardoor de lipstick zo schuin staat. Wat ik persoonlijk wel heel mooi vind. Ik vind het handig aan dit bakje is dat ze gewoon netjes opgebergd zijn. Je kunt de kleuren goed zien en je kan er makkelijk bij. Ik heb 3 van deze bakjes op mijn bureau zo staan met al mijn lipsticks erin. En ik heb nog een paar vakjes open. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten waar je deze bakjes kan halen voor als je daar interesse in hebt. Volgende vraag is, wat was je eerste lipstick en hoe oud was je? En ik heb hier even over nagedacht, maar ik heb werkelijk geen idee. Ik kan me echt niet herinneren, in ieder geval het moment dat ik echt mijn eerste lipstick kocht en welke het was, welke kleur, noem maar op. Het zal er waarschijnlijk wel eentje van de Essence of van Catrice zijn geweest. Maar ik heb ook geen idee hoe oud ik was en het moment, dus dat kan ik niet zo goed antwoorden. Dan de volgende vraag is, heb je wel eens een lipstick opgemaakt en welke was dat? Nee, ik heb nooit een lipstick opgemaakt, maar ik heb er wel eentje die bijna op is. En dat is deze van Essence, deze rode kleur. Dit is 44 Almost Famous. Nou, zoals je kan zien is er nog een heel klein beetje over. En hier heb ik dan ook al een backup van liggen, dat als die op is ik meteen weer een nieuwe heb. Ja, deze zal wel binnenkort opgaan. En dit zal ook wel de allereerste zijn die echt op is. Ja, als je 72 lipstickjes hebt, is het best lastig om echt een lipstick op te maken. Maar ik heb er wel een aantal die bijna opraken. Niet zo erg als deze van Essence. Maar ja, het is niet zo dat al mijn lipsticks nog super lang zijn. Wat is je lievelingslipstick? En die vind ik best wel moeilijk. Of ja, niet moeilijk in de zin van dat ik geen kan kiezen. Maar ik kan er juist meerdere kiezen. Ik heb niet echt één lipstick die specifiek mijn favoriet is. Het ligt ook een beetje aan het seizoen. Want in de winter en in de zomer draag ik weer echt hele andere kleuren. Dus daarom zal ik er even een paar noemen die mijn favorieten zijn. Dan als eerste 2 kleurtjes die ik eigenlijk altijd wel kan dragen. Maar niet uit welk seizoen. Als eerste is dat 125 van Ethos. Uit de Color Care lipstick lijn. En dit is gewoon een hele mooie roze nude kleur. Die bij elke look in principe wel past. En je echt dagelijks kan gebruiken. En de andere is er eentje van Rimmel uit de Kate Moss lijn. En dit is nummertje 101. Een hele mooie matte roze kleur. Zoals je kan zien heb ik deze ook al wel vaak gebruikt. Die is al wat meer op. Ja, dit is dus ook weer een kleurtje die eigenlijk bijna overal wel bij past en heel makkelijk dagelijks te gebruiken is. En dat het ook niet uitmaakt of nou winter, zomer, lente, herfst is. Volgende lipstick is echt een favoriet voor in de herfst en in de winter. Al kan die natuurlijk ook wel gewoon in de lente en zomer gedragen worden, maar ik merk zelf dat ik hem met... vaakst gebruik in de herfst en in de winter.
En dat is weer eentje van Rimmel uit de Kate Moss collectie. En dit is nummer 107. Een hele mooie bordeaux rode kleur. Ja, ik vind hem gewoon echt heel mooi. De lipsticks van Rimmel zijn sowieso heel erg fijn. Dit is een matte kleur. En ja, zoals ik al zei, ik gebruik hem voornamelijk in de herfst, winter. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon in de andere seizoenen gebruikt worden. En dit is de lipstick die ik voornamelijk voor de lente en de zomer gebruik. En dit is er eentje van HEMA, de Pure Shine Lipstick in 12 Bright Pink. En dit is gewoon een felroze kleur. Ik heb hem nu ook op. Ik vind dit gewoon echt een heel gaaf kleur. Hij blijft goed zitten. Ik vind de kleur gewoon echt fantastisch. En ik draag hem echt gewoon super graag in de lente en zomer als het gewoon lekker de zon schijnt. Ja, ik word hier gewoon zelf ook meteen heel vrolijk van. Dan zijn we alweer bij de volgende vraag. En dat is, wat is je lipstick met je favoriete huls? En dat is er eentje van Yves Saint Laurent. Die was niet heel moeilijk. Ik vind deze gewoon echt heel gaaf. Die gouden huls, die ring hier in het midden en dat je door de ring het kleurtje kan zien van je lipstick. Ja, Yves Saint Laurent, het is niet goedkoop. En ik vind het, de huls straalt ook echt wel luxe uit, dat hij wat duurder is. En ik vind het kleurtje trouwens ook fantastisch. Dit is Lingerie Pink trouwens, als je dat graag wil weten. Ja, ik vind deze gewoon echt heel gaaf. En ik ben nog steeds zo blij dat ik deze gekocht heb. En ja, ik vind deze van al mijn lipsticks toch ook wel echt de mooiste huls hebben. En dat is, wat is je favoriete budget lipstick? Nou, zoals ik al zei, ik heb moeite om er eentje te kiezen. Het is altijd wel meerdere en meer naar merken. Ik heb al bij andere vragen de Ethos lipstick genoemd, de HEMA lipstick genoemd. Die zijn echt niet duur. Voor een paar euro ben je al klaar en heb je echt een hele mooie dagelijkse lipstick. Een leuk kleurtje voor in de lente en zomer. En daarnaast heeft Essence en Catrice hebben vaak ook wel hele mooie kleurtjes. Die helemaal niet duur hoeven te zijn. Ik zeg niet dat ze allemaal even mooi zijn. Maar er zitten echt wel hele leuke kleurtjes tussen. Dus als je op zoek bent naar een budget lipstick. Zou ik zeker even gaan kijken in het schap van Essence, Catrice, HEMA en Ethos. Daarnaast moet ik zeggen dat je misschien ook even een keertje bij de Action moet kijken. Want die heeft stiekem best wel leuke make-up producten. En ook lipstickjes. Ze worden per twee verkocht voor 90 cent even uit mijn hoofd. En dit is bijvoorbeeld zo'n setje met, even kijken, weet deze, fuchsia en verf red. En ze hebben echt wel leuke kleurtjes. Ja, je zult een keer moeten bijwerken op een dag, maar ja, de producten hebben me best wel verbaasd. Ze zijn echt heel leuk, goed gepigmenteerd, ze hebben leuke kleurtjes. Dus als je echt gewoon heel weinig geld aan wil uitgeven, dan zou ik je ook even doorverwijzen naar Action. Welke lipstick draag je het meest in het dagelijks leven, zoals op school of op werk bijvoorbeeld? Nou, dat zijn twee lipstickjes die ik eigenlijk al wel genoemd heb. Het is namelijk 125 van de Ethos en nummertje 101 van Rimmel. Deze dus matroze kleur die bijna overal bij past. En deze nude kleur die ook wel overal bij past. Dit zijn wel de kleurtjes of de twee lipsticks die ik er snel bij pak als ik gewoon even ergens naartoe moet of gewoon even simpel een look heb. De volgende vraag is, voor welke lipstick heb jij de meeste moeite gedaan? En dat is voor deze van MAC. En dit is Dodgy Girl uit de Kelly en Sharon Osbourne collectie. Ik had met mezelf afgesproken, oké, als je afgestudeerd bent, dan mag je wat leuke dingetjes bij MAC gaan halen. En ik wist dat deze collectie eruit zat te komen en ik vond er echt super mooie dingen tussen zitten. Ik wilde heel graag de lipsticks hebben en het paletje dat erbij zat. En dus ik stond extra vroeg bij de Bijenkorf in Eindhoven. En ik was helemaal enthousiast, want ik stond er als enigste. En ik had echt zoiets, ja, want het gaat helemaal goed komen. Maar ik had ook steeds meer zoiets van, waarom ben ik hier de enigste? Want normaal, in ieder geval wat ik altijd begrepen, is dat het best wel druk is als er een limited edition in de winkel komt liggen. Nou, hè, de winkel gaat open, ik storm naar binnen. En dan krijg ik dus te horen van, we hebben de collectie niet binnen gehad. Dus ik heb daar de hele tijd buiten gestaan voor niks. Nou, snel naar de doeklas gegaan, want daar verkopen ze ook MAC. En ja, natuurlijk was ik daar te laat. Er waren al heel veel mensen geweest en ze hadden nog maar een paar producten over. Dus heb ik nog wel het paletje en de blush kunnen scoren, maar de lipsticks waren gewoon helemaal op.
nou, toch nog Marktplaats afgezocht, want ik wilde het eigenlijk wel heel graag hebben. En er was geen andere MAC verkoopplaats in de buurt. Op Marktplaats vond ik uiteindelijk nog wel wat lipstickjes. Maar ja, sommige verkocht het echt voor belachelijk veel geld. En het is ook maar een beetje van, ja, is hij echt en wat dan ook. Nou, uiteindelijk vond ik er eentje en ik ben er echt super blij mee. Ik moest ja een tintje meer betalen dan in de winkel, maar ik wilde hem echt gewoon heel graag hebben. Het is een apart kleurtje, het is een lila kleurtje. Maar daarom juist wilde ik hem ook hebben. Hij is echt apart en nieuw en uniek. En ik denk niet dat je dit zo snel weer tegenkomt en ik ben er super blij mee. Ik hou wel van een keer wat anders, van wat nieuwere dingen. Ja, voor mij kan het al bijna niet apart genoeg zijn. Wat is je grootste lipstick miskoop en waarom? En ik moest even tussen mijn lipstick gaan, want ja, degene die ik dan meestal toch niet zo mooi vind, die gaan al redelijk snel uit of die geef ik weg of wat dan ook. En dan kwam er toch nog eentje tegen dat ik denk, ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. En dat is er eentje van de HEMA en dit is 22 Light Pink. En ja, zoals je ziet, hij is erg light pink. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee aan moet. Toen met swatchje vond ik hem echt heel mooi en dacht ik, oh, neem hem mee. Maar eenmaal op mijn lip, ik heb zelf al best wel donkere lippen van mezelf. Het zag gewoon allemaal heel raar uit. Maar toch kan ik hem niet wegdoen omdat ik zoiets heb. Er moet iets mee. Ik moet er een look mee kunnen maken. En ik weet nog niet precies wat, maar ik kan hem gewoon niet wegdoen. Ook al is het een beetje een miskoop omdat hij veel te licht is. Maar als jij nog tips hebt voor hoe je een lichte lipstick kan gebruiken, laat het vooral even in de reactie achter, want ik ben erg benieuwd en ja, ik kan hem gewoon niet wegdoen. Ik kan het gewoon niet. Dan zijn we alweer bij de laatste vraag en die vraag is, welke lipsticks staan er nog op je verlanglijstje? Er staan er eigenlijk wel een aantal nog op mijn verlanglijstje, maar voornamelijk toch wel een aantal van MAC die ik nog wel heel graag zou willen proberen. Denk aan Candy Yum Yum, Please Me, Ruby Woo, Cram Cup, Faux. Ja, van MAC kan ik eigenlijk wel een hele lijst noemen, want die hebben gewoon super veel mooie lipsticks. Maar voornamelijk van MAC zijn er echt wel een aantal die heel hoog op mijn verlanglijstje staan. Dan waren dit alle vragen uit de lipstick tag. Ik tag bij deze de lipstick queen van YouTube Nederland toch wel. Vera Camilla, de meiden van Live Like Gorgeous, Willemijn en Martine. Ze hebben natuurlijk de blush tag bedacht. En ik ben wel heel erg benieuwd naar hun antwoorden voor de lipstick tag. En Lotte van Lotte Loves Beauty. Ik ben heel erg benieuwd naar hun antwoorden. En ik kan niet wachten eigenlijk om er een video of een artikel over te zien. En natuurlijk tag ik gewoon iedereen die deze video kijkt. Als je nou de video leuk vond, doe vooral even een duimpje omhoog. Vergeet niet om je even te abonneren om op de hoogte te zijn van alle nieuwe video's. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer.